groeien en andere ellende. Nou, daarom leven die gieren dus in Afrika. Die eten die rotzooi op die leeuwen laten liggen. En als hun die troep netjes opruimen, blijven andere dieren en mensen juist gezond. Dus die gieren, die zijn gewoon onmisbaar. Nou is zo'n witkopgier wel een hele andere gier dan alle anderen bij elkaar. Zo'n witkopgier leeft namelijk als een echte roofvogel. Dat betekent als mannetje en vrouwtje samen in één territorium. Nou, dat is al uniek in de gierenwereld. En daarnaast is het een vogel met heel veel kracht in zijn snavel. Maar niet alleen in zijn snavel, ook nog eens in de poten. De poten van Pipo die zijn sterk genoeg om ook zelf prooien te vangen. Ze hebben zelfs een keer in Afrika gezien dat zijn witkopgier een volle vlucht de flamingo van het water af trok. Nou, het zijn dus vogels die, naast dat ze dus een hele sterke snavel hebben om die dode dieren open te scheuren, hebben ze ook nog eens heel veel kracht in die poten om zelf dieren te vangen en te doden. Nou, daarom hou ik daar ook graag rekening mee. Ik heb nu een wat grotere handschoen aangedaan. De handschoen die ik nu aan heb, er zitten drie laagjes leer omheen die mij beschermen.